Mijn naam is Michael Morris. Ik doe al bijna 10 jaar Wing Chun hier in Amsterdam, het IWK hoofdkwartier. Ik heb al 10 jaar ervaring in Siwon Wing Chun, in Yip Man Wing Chun. Onder Sifu Sergio Yadarola heb ik gestudeerd. Ja, dat is eigenlijk mijn hele kung fu ervaring. Daarvoor heb ik Chordi Fat al een jaar gedaan. En nu zijn we eigenlijk de gelukkige in Europa die als eerste het Ekibun Engchun systeem gezien hebben gekregen. Het is het eerste Europese seminar dat hier in Amsterdam gehouden is. En wat ik kan zeggen, het systeem vergeleken met de overige Wing Chun die ik gedaan heb is echt heel anders. Dus ik ben 180 graden de andere kant op. Wat betreft de mechanica, dus hoe het werkt, hoe je kracht ontwikkelt, hoe je kracht gebruikt in het systeem is echt eigenlijk terug naar de bron. Zoals je de verhalen wel hoort over Wing Chun, dat het dus niet uitgaat van spierkracht, dat zie je hier dus echt terug. Het gebruikt een hele andere motor eigenlijk om kracht te ontwikkelen vergeleken met de andere Wing Chun die ik gedaan heb. Dus dat is wat mij het meest verrast heeft van het Ekibun Wing Chun vergeleken met Wing Chun zoals ik het in eerste instantie geleerd heb. Technisch gaat het heel diep. De technieken die we geleerd hebben zijn duidelijk uitgelegd. En komen met name neer op hard werken, maar ook toch een heel ander licht dat ook op Wing Chun geschenen wordt. Tot slot nog even hoe een manier van lesgeven is. Het is heel, heel ver. Het is een hele verre manier van lesgeven. Zoals het is, wat je er zelf in stopt, krijg je er ook uit. Dat wil zeggen dat als je gewoon hard traint, en met name nadruk op hard traint, krijg je er ook heel veel uit. Doe je dat niet, dan krijg je gewoon minder. En dan gaat het ook een stuk langzamer. Dus wat dat betreft is een heel eerlijk systeem ook. En een manier van lesgeven van Sifu Lin Sang Fu, waar wij het geluk van hebben om onder te vallen. Dat is echt heel open. Hij vertelt het gewoon duidelijk, het verhaal. En ook de achterliggende gedachten, de theorieën. Er worden verder geen geheimen achtergehouden. Dat is altijd wel mooi. Ook omdat het gewoon... het is heel anders dan wat we hiervoor hebben geleerd. Dus vandaar dat het wel belangrijk is om die diepgang te krijgen. En dat krijgen we ook. Wil ik Suhu bedanken, Sifu bedanken dan, voor het geluk dat we hebben om het te mogen leren. En ik hoop het in de toekomst ook nog heel goed in te worden. Dus dat,